Nou, vandaag is dag 54 van 83. Alles gaat nog steeds goed, we zijn gezond. Er is nog steeds heel veel energie. Maar dat komt ook omdat we zoveel toffe locaties hebben gezien. We zijn in Duitsland geweest om het Voorplein te draaien. Nou, dat ziet er echt zo production value hoog uit. Ik ben heel trots op. En Parijs, waar we ook fantastische exterieurs hebben gedraaid. Van het ziekenhuis, van het exterieur, van Millie en Jeroen. Ja, het geeft zo'n eigen look en feel van deze serie. Dat het nu echt Arcadialand gaat worden. De afgelopen weken waren ontzettend spannend bij ons op de set. Omdat we voor het eerst naar grote exterieurs zijn gaan kijken. We hadden al heel veel interieurs van de huizen gedraaid. Nu hebben we daar ook de exterieurs bij gehaald. Wat heel spannend is aan het vormgeven van zo'n serie als dit, is dat je een bepaalde look en een bepaald idee hebt. En zeker op set zoals deze waar ik nu sta, is dat heel mooi en goed te controleren. Maar zodra je naar buiten gaat en zodra je ook op een grote schaal naar buiten gaat, wordt het in één keer heel spannend. Mogen er geen auto's meer in beeld staan met een verkeerd kenteken, of mogen er geen mensen meer in beeld staan die er niet kloppen. En nou, volgens mij is dat ontzettend goed gelukt in zowel Duitsland als in Parijs. Het departement Art, samen met de regisseur en de DOP natuurlijk, waren verliefd geworden op een exterieursgebouw in Wolfsburg. En eigenlijk hebben we dan beslist om de interieur van deze nieuwe wereld, die niet bestaat, te bouwen in studio in België. Ik heb nog nooit zo'n groot decor gezien. Ik ben echt zwaar onder de indruk. Volledig uitgelicht, zo'n betonlook, maar het is eigenlijk hout en Izimo en al dat soort dingen. Maar het ziet er mega vet uit. Het is echt, het is chic. Het is echt fantastisch om hier te mogen draaien. Het is een soort snoepwinkel. En wat fijn is dat het decor is allemaal vrij grijs. Ja, dat geeft eigenlijk een supermooi contrast met de karakters. Als je nu karakters in deze setting filmt, dan komen ze er heel mooi uit. En ik denk dat dat heel goed bij Arcadia past. Dat we ook in de studio een vrij strakke, soms zelfs wat kille wereld neerzetten. Maar dat die karakters eruit blijven komen en dat dat eigenlijk is waar het in Arcadia om draait.